voormalige brug vervangen door twee nieuwe bruggen. Hierdoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en is het mogelijk geworden om een extra strook voor afslaand verkeer aan te leggen. Wel zo veilig. Daarbij zijn er verschillende kruisingen aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten. En zijn er twee nieuwe onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers gemaakt. Het verkeer kon tijdens de werkzaamheden steeds door blijven rijden. We zijn bezig met de laatste loodjes van het werk. Dat betekent dat de zuidelijke brug waar ik nu voor sta, dat die nog aangesloten moet worden op het wegennet. En daarvoor gaan wij vanaf woensdagavond 7 juni tot en met maandagochtend 12 juni de provinciale weg afsluiten. Dat betekent dat de provinciale weg vanaf Amstelveen gezien, vanaf de burgemeester Boersweg tot en met de Jacob van Ruisdaalweg in Oudekerk aan de Amstel, is afgesloten voor alle verkeer. De nood- en hulpdiensten, de lijnbussen en bromfietsers en voetgangers worden zoveel mogelijk langs de werkzaamheden geleid. Maar het is daadwerkelijk voor alle autoverkeer afgesloten. In dit lange weekend gaan wij de deklagen overal aanbrengen, zowel op de wegen als op de fietspaden. Gaan wij alle verkeerslichten aanbrengen, gaan we alle beleiding en markeringen aanbrengen. De bermen netjes afwerken. Dus dat betekent dat na dat weekend, op 12 juni, deze brug geopend is. Inmiddels sta ik hier al 5 jaar rondom dit project met mijn bezigheden. En ik vind het wel prachtig dat nu het einde nadert en dat we nou de beide bruggen kunnen gaan opleveren.